Entering training area. Loading text class. Deze video gaat over de vectoraanpak. Ik laat hem zien zodat je ziet hoe die gaat, maar het is eigenlijk niet een hele handige aanpak voor deze opgave. Het is heel veel werk. Goed, we beginnen even met het tekenen van een free body diagram met daarin fx, fi van het scharnierpunt en mag op het zwaartepunt en het xyz assenstelsel. En dan hebben we eigenlijk alleen maar de krachtvergelijkingen en de momentvergelijkingen. Ik begin even met de eerste. De som van de krachten, maar dan in vectorvorm, moet gelijk zijn aan de massa maal de versnelling in vectorvorm. En die kracht in vectorvorm, dat wordt dus de som van de krachten in x-richting, som van de krachten in y-richting en som van krachten in z-richting. En die versnelling, dat is natuurlijk ax, ay en az. Ten tweede dan de som van de momenten rondom g. En dit doe ik ook even in een vectorvorm. Dat is, moet gelijk zijn aan het traagingsmoment rondom g maal de rotatieversnellingsvector alfa. Nou, de som van de momenten rondom g, dat kun je ook doen als een vectorproduct, een kruisproduct. Dat moet namelijk voor elke kracht die een moment veroorzaakt, moet dat allemaal kracht zijn. En dat wordt dus r kruis f, waarbij die r, noem ik maar even rf, dat is de afstand van het zwaartepunt tot aan het aangrijpingspunt van die kracht. En als er dus meerdere krachten zijn, dan hebben we meerdere van dit soort momenten. En dat moet gelijk zijn aan het traagingsmoment ig maal de rotatieversnellingsvector alpha x, alpha y en alpha z. Nou, voor dit hele vak, dynamica, voor het eerste jaar, gaan we dat traagingsmoment vereenvoudigen. Dat houden we eventjes als één enkel getal. Terwijl in feite, zou je later leren, het een 3x3 matrix is. Eigenlijk een traagheidstensor. Maar goed, het is dus even één getal, omdat er geen rotatieversnellingen in andere assen zijn dan de z-as. Dus ax, alpha x en alpha y zijn 0 in al onze gevallen. Dan blijft alleen nog alpha z over. Wat is die term? Nou, laten we alpha positief definiëren in dezelfde richting als omega en theta gedefinieerd waren. Dus dat is rechtsom. Dus die alpha vector, dat moet een vector worden die in negatieve z-richting staat. Dus eigenlijk het papier in. En daarmee wordt die derde term dus min alpha. En die alpha die ik hier opschrijf, dat is dus dan de scalar. Dus de absolute waarde van de versnelling. Oké, even opnieuw opschrijven. De som van de momenten, oftewel de allemaal de kracht, rf kruis f, moet gelijk zijn aan ig maal 0, 0, min alpha. Nou, in feite is dit al wat je nodig hebt. Behalve dan dat we voor die eerste vergelijking de versnellingen van het zwaartepunt ax, ay en az nodig hadden. En wat zijn die versnellingen? Uitgedrukt in rotatiesnelheden en versnellingen. Nou, dat is vector ag, dus de versnellingen van het zwaartepunt. Die zijn gelijk aan de vector aa, de versnellingen van het draaipunt, maar die zijn 0. Plus alpha ag kruis rg ten opzichte van a. En ik schrijf even bij alpha die ag op. Dat doet Hibbeler niet. Maar dat is omdat het altijd gaat om de rotatieversnelling en rotatiesnelheid van dat element waar dat vectortje rg ten opzichte van a op zit. Anders is het onduidelijk waar die over zou moeten gaan. Nou, plus nog natuurlijk omega ag en het kruisproduct daarvan met het kruisproduct van omega ag kruis r getenos van a. Nou, dit zijn alle formules die we nodig hebben. En om die op te lossen hebben we dus een heel aantal vectoren nodig. Wel geteld 5. Namelijk rotatiesnelheid omega ag. Rotatieversnelling, vooralsnog onbekend, maar we moeten daar toch een vector van hebben. Alpha ag. Relatieve positie g ten opzichte van a. En dus in de vector rga. De vector die de momentsarm weergeeft van de krachten die een moment veroorzaken ten opzichte van het zwaartepunt, dat is rf. En in ons geval is dat er maar 1. En de krachtsvector f die daarmee te maken heeft. Nou, deze moeten we allemaal gaan invullen en dan is het zo opgelost.
Oké, welke hadden we nodig? Omega AG, alpha AG, RGA, RF en F. Nou, dan tekenen we eventjes weer dat ding met een X en Z als een stelsel. En dan beginnen we even bovenaan. Die vector omega AG, dat is dus een rotatievector voor rotaties rechtsom. Dus dat is een vector die het papier ingaat in negatieve Z-richting. Zo hier staat die. En met de rechterhandregel wordt dat dan rechtsom rotatie. En in diezelfde richting staat natuurlijk ook de alpha vector, alpha AG. En de relatieve positie van punt G ten opzichte van punt A, dat is hier deze pijl hier in het element. En dan maken we even een free body diagram voor de laatste twee vectoren. Hier zie je fx en fy en mg weer staan. En die fx en die fy samen kun je combineren natuurlijk tot één kracht. Die noemen we maar even fa. En dan is de momentsarm voor die kracht fa, dat is rfa. Hier staat die. En de kracht zelf is dus fa. En dan is er eigenlijk ook nog een andere kracht, mlg, maar de momentsarm daarvan, rfg, noem ik hem even, die is 0, 0, 0, omdat de kracht aangrijpt in het zwaartepunt. Dus daarmee levert dit geen bijdrage aan het moment. Overigens, die RFA die staat dus niet loodrecht op FA. En dat hoeft ook niet, want we krijgen automatisch de loodrechte component doordat we het kruisproduct gaan nemen. Nou heb ik ze allemaal getekend. Nou nog eventjes invullen. Omega AG, dat is dus alleen maar een Z-component, 0, 0, min omega. En alpha AG geldt hetzelfde voor, 0, 0, min alpha. Nou die positievector, RG ten opzichte van A, die hangt af van de hoek theta. En van die lengte hier zo, L gedeelte 2. Die wordt namelijk L gedeelte 2 cosinus theta min L gedeelte 2 sinus theta en 0 in de z-richting. En die vector RFA, dus de momentsarm voor die kracht, die is min L gedeelte 2 cosinus theta, L gedeelte 2 sinus theta. Dat is heel toevallig het negatieve van die vorige R, RG ten opzichte van A. Maar dat is echt maar toeval, dat hangt er maar net vanaf waar je krachten aangrijpen. FA, die kracht, dat is natuurlijk Fx, Fy, 0. Nou, dan moesten we straks het moment gaan uitrekenen. Het kruisproduct van RFA met FA. En dan moeten we straks ook die versnelling A van het zwaartepunt G uit gaan rekenen door middel van het kruisproduct van alpha AG met RG ten opzichte van A plus het kruisproduct van omega AG met het kruisproduct van omega AG met RG ten opzichte van A. En laten we daarvan die kruisproducten alvast even gaan uitwerken. Dus de eerste M, dat is dus het kruisproduct van RFA met FA, dus dat is min L gedeelte 2 cosinus theta, L gedeelte 2 sinus theta 0 met Fx, Fy 0. En dat wordt, als je dat uitwerkt, die eerste twee zijn eigenlijk gemakkelijk. Die worden beide 0. En alleen de derde component, dat wordt wel een vrij lange. Dat is min L gedeeld door 2 cosinus theta maal Fi. Min L gedeeld door 2 sinus theta maal Fx. En het klopt ook wel dat hier dus alleen een Z-component is. Want het moment, de momentsvector, dat is ook een vector langs de z-as, omdat die momenten draaiend rondom de z-as weergeeft. En dan dat kruisproduct alpha AG met RG ten opzichte van A. Dus dat is 0, 0 min alpha kruis L gedeelte 2 cosinus theta min L gedeelte 2 sinus theta 0. En dat wordt, als je dat uitwerkt, min alpha L gedeelte 2 sinus theta min alpha L gedeelte 2 cosinus theta 0. Oké, dan bleef er nog één kruisproductvergelijking over, of berekening over. Omega AG kruis, omega AG kruis RGA. Even ter herinnering, omega AG dat was 0, 0 min omega. En RG ten opzichte van A, dat was L gedeelte 2 cosinus theta min L gedeelte 2 sinus theta 0. Nou,
Even eerst dat rechterstuk tussen haakjes. Dat kunnen we gelijk doen als we even met een schuin oog naar rechtsboven kijken. Dat wordt min omega L gedeeld door 2 sinus theta. Min omega L gedeeld door 2 cosinus theta 0. En dat moet dan nog een kruisproduct genomen worden met 0, 0 min omega daarvoor. En als we dat dan uitwerken, dan wordt dat min omega kwadraat L gedeeld door 2 cosinus theta. Omega kwadraat L gedeeld door 2 sinus theta en 0. En je kunt dit nog even checken, want aangezien de rotaties hier loodrecht staan op de positievector R gegeven van A, zou dit gelijk moeten zijn aan min omega kwadraat maal RGA. En dat klopt inderdaad. Nou, dan hebben we alle elementen die we nodig hebben voor de lineaire versnelling van het zwaartepunt AG. Want dat was dus alfa AG kruis RGA plus omega AG kruis omega AG kruis RGA. En dat wordt dus, eventjes in vectorvorm, AX, AI, AZ is min alfa L gedeeld door 2 sinus theta, min alfa L gedeeld door 2 cosinus theta 0, dat komt van de vorige bladzijde, plus, en dan wat we nu net hebben gedaan, min omega kwadraat L gedeeld door 2 cosinus theta, omega kwadraat L gedeeld door 2 sinus theta 0. Mooi, dan hebben we alle elementen die we nodig hebben. Kunnen we de som van de krachten en de momenten gaan uitrekenen. Eerst som van de krachten F is MLA in vectorvorm. Even weer de free body diagram tekenen. Dan zien we fx en fy weer staan. Nou, som van de krachten, dat is dus de som van de krachten in x-richting is alleen maar fx. Som van de krachten in y-richting, dat is fi min mg. En z-richting is 0. En dat moet dus gelijk zijn aan m maal a, die we eerder hadden gerekend, min alfa L gedeeld door 2 sinus theta min omega kwadraat L gedeeld door 2 cosinus theta. Min alfa L gedeeld door 2 cosinus theta plus omega kwadraat L gedeeld door 2 sinus theta en 0. Komt uit de vorige bladzijde. Nou, dit levert ons twee vergelijkingen voor de x en voor de y-richting. Ja, elke regel is eigenlijk zijn eigen vergelijking. En in de z-richting gebeurt er niets. Dus dat is ook niet zo'n interessante vergelijking. Dan de som van de momenten rondom het zwaartepunt. Ook weer in vectorvorm. Moet gelijk zijn aan het trekmoment g maal de rotatieversnelling alfa in vectorvorm. Die som van de momenten, dat had alleen een z-component, uiteraard. En dat was dus 0, 0 en dan min L gedeeld door 2 cosinus theta fi min L gedeeld door 2 sinus theta fx. En dat moest dus gelijk zijn aan het tragisch moment, nou dat weet je wel uit je hoofd, 1 twaalfde ml kwadraat, maal die rotatieversnellingsvector 0, 0 en dan een vooralsnog onbekende min alfa. En hier de derde regel, dat wordt de derde vergelijking. En met deze drie vergelijkingen hebben we als onbekenden de reactiekrachten fx en fi en de rotatieversnelling alfa. Dus drie vergelijkingen, drie onbekenden, dat moet te doen zijn. Nou, dat is ook wel zo. Het is alleen een beetje veel werk. Hier gaan we. We gaan vergelijking 1 en 2, waar fx en fi zo mooi losstaan, invullen in vergelijking 3. Nou, daar gaat-ie. Van vergelijking 3, min een half cosinus theta ja, maal fi. En die fi die gaan we dan uit vergelijking 2 halen, waarbij ik alvast eventjes die mg-term aan de rechterkant zet. Dus fi wordt dan m maal g min alfa maal L gedeeld door 2 cosinus theta plus omega kwadraat L gedeeld door 2 sinus theta. Min en dan het tweede stuk uit vergelijking 3, L gedeeld door 2 sinus theta maal fx. En wat is fx? Dat is m maal min alfa L gedeeld door 2 sinus theta min omega kwadraat L gedeeld door 2 cosinus theta. En dat geheel moet dus gelijk zijn aan de rechterzijde 1 twaalfde ml kwadraat maal min alfa. Goed, gaan we eventjes wat termen buiten haakjes halen en weer op een andere manier samenvoegen. Maak je geen zorgen, dat komt allemaal goed. Dat eerste stuk, min L gedeeld door 2 cosinus theta maal m maal g. Dat zetten we even los. En dan die tweede term hier tussen haakjes. Daar staat dus een L gedeeld door 2 en hiervoor ook een L gedeeld door 2. Dus dat is 1 vierde m L kwadraat maal cosinus kwadraat theta. En ik zie dat ik een alfa ben vergeten, maar dat komt straks alweer goed.
Want, en er staat hier rechts staat een vergelijkbare term. Zie je dat? Ook met zo'n L gedeelte 2 en nogmaals L gedeelte 2. Alleen met een sinus erbij. Dus dan wordt dat plus sinus kwadraat theta. Nou, dan gaan we eerst even verder met de volgende termen. Hier de derde term van het eerste stuk de zaakjes. Natuurlijk ook weer vermenigvuldigd met wat ervoor staat. Min L gedeelte 2 cosinus theta maal M maal omega kwadraat L gedeelte 2 sinus theta. En dan eventjes die vergelijkbare term van het rechterstuk erbij. Ook weer vermenigvuldigd met wat er voor de haakje staat. Plus L gedeelte 2. En min maal min is plus L gedeelte 2 sinus theta M maal omega kwadraat L gedeelte 2 cosinus theta. Nou, en als je nou goed kijkt hiernaar, dan zie je dat hier links staat een cosinus en een sinus. En hier rechts staan ook een cosinus en een sinus. Staan alleen even in verschillende volgorde. Maar deze twee termen, die vallen natuurlijk precies tegen elkaar weg. Dus dat is 0. Nou, dan hebben we alle termen al gehad uit de hele vergelijking. Dus dit moet gelijk zijn aan de rechterzijde min 1 twaalfde m L kwadraat maal alfa. Ja, en wat zei ik nog net? Ik was die alfa vergeten. Hier. En die cosinus kwadraat theta en die sinus kwadraat theta, die zijn samen natuurlijk 1. Nou, als je deze vergelijking nog weer uitwerkt, dan wordt het vrij eenvoudig. L gedeelte 2 cosinus theta m maal g moet dan gelijk zijn aan die 1 twaalfde m L kwadraat maal alfa plus die 1 vierde m L kwadraat maal alfa. En die 1 twaalfde plus 1 vierde samen, dat is 1 derde. En die term die herken je waarschijnlijk wel van het trachtsmoment van een slanke staaf rondom het eindpunt. Nou, nog eventjes dit invullen. Alfa wordt dan 3 gedeelte 2 maal g gedeelte L cosinus theta. Ja, nou, dat is dus wel een beetje veel werk, maar nou zie je in ieder geval hoe dat gaat met al die vectoren en al die kruisproducten. Dat is toch handig om een keer gezien te hebben, denk ik.